Tijdens het inzicht. Ik ben een optimist. Ik geloof in het algemeen in het goede van de mens. Ik geloof heel erg in de invloed van het individu op het grote geheel. Ik vind cynisme bijna altijd een zwakte bot. En ik ben blij dat Angela de Jong nog nooit over mij geschreven of gesproken heeft. Maar die zin sprak ik vooral uit voor collega-druktemaker Marcel van Roosmalen met zijn klikgebit. Het jaar is nu een dag of 8 onderweg en ik ga ervan uit dat 2020 het jaar wordt van het voortschrijdend inzicht. Dat zijn 5 lettergrepen die betekenen dat je door na te denken, te luisteren of je ergens in te verdiepen, door gaat hebben dat je ernaast zat. Dat waar je altijd voor stond op zijn minst onverstandig was, of niet helemaal waar, of randje waanzin zelfs. De discussie over het vuurwerkverbod is een mooi voorbeeld, vind ik. Ik tweette kort voor de jaarwisseling het volgende. Het idee dat het traditie is om rond het einde van het jaar in het donker heel veel mensen die hebben gedronken met explosief en aansteeklont de drukke straat op te laten gaan, is wat mij betreft al jaren de waanzin voorbij. De bijbehorende hashtag was geen vuurwerk voor mij, wat in mijn geval heel erg klopt sinds ik in 1973 met 1, ik herhaal 1 sterretje, een kerstboom, een bankstel, een antieke eikenhouten tafel, een gourmetstel en een deel van mijn oma wist aan te steken. Het vuurwerkverbod gaat eraan komen. Het is jammer dat CDA en VVD nog maar wat vage bewoordingen zoeken en steeds weer verwijzen naar al die mensen die het zo leuk vinden met de kinderen samen lekker te knallen. Het zal wel, maar als professionals verderop voor jou knallen en vuurspuwen en de lucht in 1000 kleuren schilderen kun je en genieten. En is de kans dat je met je linkeroog in een plastic zakje en een lawinepijl in je anus op de spoedeisende hulp het jaar begint, toch echt een stukje kleiner. Maar dan de grote kwestie van het jaar. Het zal u niet ontgaan zijn dat Australië in brand staat. Zal u ook niet ontgaan zijn dat het land wordt geleid door iemand die keiharde wetenschappelijk bewijs voor de klimaatcrisis en de gevolgen daarvan even serieus neemt als collega van Roosmalen de columns van Angela de Jong. Iemand die de winsten van de steenkoolsector in zijn land echt belangrijker vindt dan natuur, landschap, biodiversiteit, de Great Barrier Reef en uiteindelijk overlevend planeet. Nou geef ik graag toe dat de heer Morrison een extreme nitwit is, maar een vergelijkbaar gebrek aan inzicht in de ernstige situatie zien we ook dichterbij. De opvallend politiek leider van dit land komt niet verder dan op hoge toon gedebiteerde 1000 miljard angstaanjagerij, gecombineerd met massa-immigratie, waarvan hij vergeet te vermelden dat een groot deel van de vluchtelingenstromen op aarde door de klimaatcrisis worden veroorzaakt. De minister van Verkeer en nog wat leeft in een realiteit waar wegen verbreed worden en verkeer kan toenemen. En de directeur van Schiphol komt met de volgende lobbytekst. We streven naar goede, gematigde en gecontroleerde groei. En onderzoek laat zien dat gecontroleerde groei onder voorwaarden steun krijgt van 2/3 van de Nederlanders. Het centrale woord in de eerste zin is groei. En onder voorwaarden in de tweede zin kan bijvoorbeeld betekenen zonder geluidsoverlast, zonder uitstoot en in combinatie met een beleid waarbij vliegmaatschappijen eindelijk accijns gaan betalen en btw op tickets en de kosten van de vervuiling die inherent is aan hun sector. De heer Benschop pleit voor duurzaam vliegen. En dat klinkt fijn, maar het bestaat niet. Dus laten we afspreken dat we stoppen met groeien. Laat staan nieuwe luchthavens openen tot het er wel is. En dat voortschrijdend inzicht hoor ik u met de mond vol mompelen aan de andere kant van Radio 1. Als dat nog niet plaatsgrijpt bij de van nieuwe huizen en bordets van deze wereld, dan toch wel bij u. Bij u en bij jou en bij jou. Boek geen vliegreis of cruise, wat de sterblokken u ook toeschreeuwen. Consumeer geen of zo min mogelijk vlees en zuivel. Kijk samen met buren of collega's naar energietransitie die op elk niveau mogelijk is. Spreek je bank of pensioenfonds aan op investeringen in fossiele en agrarische sector. We praten niet meer over volgende generaties en de gevolgen van ons gedrag. We praten over nu, 2020. Laat je inzicht voortschrijden en verander wat je kan. En natuurlijk, let op met sterretjes in de buurt van je oma.